De mini-playback show, de soundmix show en later ook de surprise show. Wie is er niet groot mee geworden? De man achter deze programma's is natuurlijk Henny Huisman. En sinds vanmiddag heeft hij zijn eigen museum en wel in Hoogeveen. Verslaggever Ineke Kemper is daar ook. Ineke, goedenavond. Ja, een Henny Huisman museum in Hoogeveen. Hoe zit dat? Ja, nou is eigenlijk gewoon toeval, Wolter, dat dat museum hier is. Want het is een initiatief van Hans Jutstra. Ja, die woont hier en die had bij zijn bedrijf een stukje ruimte over. En dus kwam het museum hier. Nou, het staat nu vol met mensen, maar vanochtend in alle vroegte kregen wij alvast even een rondleiding. Dit is het decor van de mini playback show, zo het vroeger ook was. Hè. Zo wij dat kenden toen we voor de tv zaten, toen we klein waren. Ja, je ziet hier de jurydesk die helemaal nagebouwd zijn. En je ziet natuurlijk het winkeltje. Het winkel is ook bekend met de rook. Ik zal het je eens demonstreren. Ze gingen er bijvoorbeeld in als Henny Huisman en ze kwamen er als Jacques Lecona weer uit. Ik zal het je laten zien. Dit is Snuitje en Snuitje is ook van de mini playback show. Met het liedje wat Henny erover gemaakt heeft, is zelfs een gouden plaat van uitgereikt. Dus ja, voor hem hartstikke bekend en voor Nederland ook bekend. Je ziet hier de televisieringen, is Henny er een paar van. Je ziet hier de trossterren, ik zal het je laten zien. Ja, dat is natuurlijk uniek om dit in het museum erbij te hebben. Ik zal je ook nog een ster laten zien. Ja, daar ben ik gewoon hartstikke trots op dat wij dat hier in het Hoogeveen kunnen showen aan het publiek. Ja, en een opening zonder het feestvakken, dat kan natuurlijk niet. Henny Huisman, ja, hoe is dat nou om je eigen museum te hebben? Ja, dat is wel heel bijzonder. En het is grappig dat je me feestvarken noemt, omdat ik vegetariër ben. Maar ja, ik voel me wel echt bijzonder. Ja. Het is boven verwachting mooi en leuk geworden. En het was ook gigantisch druk. Heel veel pers, nou, jullie er ook bij. Ja, het is echt bijzonder om mee te maken. Het is vanaf zaterdag open, maar de mensen die willen komen kijken, kunnen die jou ook zien hier voor een rondleiding? Ja, dat kan ook. Zaterdag ben ik er natuurlijk zeker bij. Ik ben er natuurlijk niet altijd bij. Er zijn natuurlijk wel speciale dingen waar we mensen bij uitnodigen. Maar ik kan natuurlijk niet elke week naar Hoogeveen toe komen. Maar ik zal er zo vaak mogelijk proberen te zijn. Welk onderdeel van dit museum vind je zelf nou het mooist? Waar ben je blij mee dat het hier is? Nou, ik vind het winkeltje zo geweldig. Want kijk, wat mensen vroeger niet wisten, is dat ik dat zelf deed. Kijk, ik zei dan, nou, hier is Tom Jones. En dat deed ik zo. En dan gingen ze erachter en dan kwamen ze eruit. Dat was een montage natuurlijk, maar dat had ik zelf in de hand. Ja, want ze gingen er als zichzelf in en kwamen er verkleed weer uit? Kwamen er verkleed uit, maar er zat wel een half uur tussen natuurlijk. Maar dat lieten we niet zien natuurlijk. Nu zagen we zojuist ook dat de televisierringen hier liggen. Niet bang dat ze gestolen worden? Enorm bang dat ze gestolen worden, want ze zijn heel veel waard. Maar als ze hier in de etalage liggen, is er bewaking bij. En ze gaan absoluut elke keer eruit, worden meegenomen, worden in de kluis gelegd. En dan als er weer wat is, dan worden ze weer hier neergelegd, want dat zou zonde zijn. Ja, en vanaf zaterdag dus is dat allemaal te bekijken hier in Hoogeveen. Vanaf 11 uur hoor ik net.